Meldkamer Crisisdienst met Rosalie. Hi, wat leuk dat je kijkt. Ik ben Rosalie, verpleegkundige bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe een dag in de meldkamer eraan toe gaat. Hier zijn we in de meldkamer. Hier komen alle telefoontjes binnen. 24 uur per dag, 7 dagen per week kan hier naartoe gebeld worden. Dat zijn voornamelijk telefoontjes van patiënten, als het bijvoorbeeld niet goed met ze gaat. Of van naasten, als ze zich zorgen maken. Veel politie en ziekenhuizen die bellen als ze een beoordeling nodig hebben. En huisartsen als ze patiënten willen aanmelden bij ons. En die staan we hier dan te woord. Meldkamer Crisisdienst met Rosalie. En is de patiënt al bekend bij ons? Ik denk dat hij in het verleden wel bij jullie is geweest. Oké, en wat is de reden dat u patiënt wil aanmelden bij ons? Heeft u ook gezegd wat voor stemmen die hoort en wat voor dingen hij ziet? Dit was een huisarts die belde voor een nieuwe aanmelding van een patiënt die nog niet bij ons bekend was. Dan moet je eigenlijk continu voor jezelf de afweging maken van is het crisisdienstwaardig of niet. Dus daarin moet je soms best wel schakelen en de juiste vragen stellen. Maar goed, in dit geval was het inderdaad crisisdienstwaardig, dus heb ik de aanmelding aangenomen. Kan hij iemand meenemen naar de afspraak? Oké, vriendin kan mee. En even kijken, vanmiddag om, laten we zeggen, 2 uur. Als verpleegkundige ben je heel zelfstandig in het aannemen van de telefoon, het voeren van de gesprekken, het beoordelen van de telefoontjes. Maar er zijn ook altijd psychiaters en artsen beschikbaar voor overleg. Voor overleg over medicatie of over een nieuwe aanmelding. Dus bij twijfel kan je altijd terugvallen op je collega's. Hey. Hi. Ik had net de boer aan de lijn, die 23-jarige patiënt van ons. Die belde net over medicatie of hij mag ophogen met de antidepressiva. Mm-hmm. We zijn, 6 weken geleden gestart met 15 milligram. En hij vraagt nu zelf eigenlijk om op te hogen. Ja, hij zegt geen effect te hebben, of althans het niet te merken. Hij zegt ook geen bijwerkingen te hebben, maar dus ook geen positieve effecten ervan. Dus hij gebruikt nu 10 milligram, hè? 15 gebruikt hij nu. Ja. Maar dan misschien wel volgende week even een keer ook met mij erbij. Dan gaan we de effecten even evalueren. We zijn hier bij de ambulanceingang. Niet alle patiënten die bij ons komen, komen hier zelfstandig of vrijwillig. Het gebeurt regelmatig dat bijvoorbeeld de politie iemand op straat aantreft of dat er een melding is van overlast. Zo iemand wordt dan door de ambulance hier gebracht, waarbij wordt gevraagd of wij willen beoordelen of er sprake is van psychiatrie of niet. Die komen hier dan binnen. We hebben speciale onderzoeksruimtes waar we de patiënten dan heen brengen. En die zijn hier. En hier vindt dan de beoordeling plaats of er dus sprake is van psychiatrie of niet. En zo ja, wat er moet gebeuren. Er is ook een deel van onze patiënten die wel vrijwillig komt. Die komen dan hier binnen, melden zich bij de receptie en nemen vervolgens plaats hier in de wachtkamer. En dan hebben we hier een aantal gesprekskamers. Ik zal er jullie eentje laten zien. Dit is een voorbeeld van een gesprekskamer. Dit is de grootste die we hebben. We vragen altijd of patiënten, als ze hier vooral voor het eerst komen, iemand mee willen nemen. Dus dan is het heel fijn om de ruimte te hebben. Ik hoop dat ik je zo'n een goed beeld heb kunnen geven van een dag bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Ik vind het in ieder geval onwijs leuk om hier te werken. Het ene moment is het heel rustig en echt het volgende moment moet je alle zeilen bijzetten en is het onwijs druk. Je komt op heel veel verschillende plekken, ziekenhuizen, politiebureaus. Hier komen allerlei verschillende soorten patiënten langs.
Je werkt heel zelfstandig, je hebt heel veel verantwoordelijkheden. Maar je werkt ook nauw samen met collega's. Geen dag is hetzelfde. Wil je graag meer informatie over werken bij de SPA? Kijk dan op de website voor de vacatures.